Meiwerkers van deze Ljouwerse supermerk vonden de kook toen ze de schappen vulden. Ook bij filialen van de C. Toersen in Drenthe en Oeriesel waren harddrugs vond. Mijlkoor tientallen kilo's. Dan komt uit de warme land waar het heel Zuid-Amerika west staat. Dan komt het in mijn boot aan deze kant uit. Wordt het oorladen op vrachtauto's. En dan gaat het vaak naar het grote distributiecentrum. En van daaruit wordt het verspreid door de supermarkt. En dan leidt het tussen de banaan. Dan leidt het tussen de banaan, ja. In Friesland ben ik aan het zien C. Toersen supermerken. Het personeel mij neert zissen over de vingers. Alle winkels zullen door de politie onderzocht worden om te zien of er nog meer drugs tussen het fruit liggen. Het is natuurlijk een hele grote zending, een boord voor bananen, dat is in alles een doos. En die kennen het hele land bedarren en voor de zekerheid dan zullen we alles nog naar. Neffens de politie beziek je smokkelers de laatste tijd van alles om de drugs binnen te krijgen. Ja, mensen zijn natuurlijk heel inventief om cocaïne uit te sturen. Hè. Ze rennen maar lietsere partijen. Ik minder gevaar, dus het gaat dus om een rechtstreek waar we eerst in steeds hier tussen het roeste stiel of in een baal koffie. Maar nu gaat het wel om tientallen kilo's, dus het is toch een behoorlijke zending die het miljoenen euro's waard is. Grutte jongens. Grutte jongens.